We hadden uitgerekend dat we afgelopen jaar hebben we aan biomassa van het gesnoeide hout en van de willigenveld, daar hadden we al meer dan 57 huishoudens van het geld af hebben gehaald. Ik denk waar we nu staan, dat we als coöperatie vooral kansen zien. We zijn ook niet voor niks een keten. Dus we proberen een winsituatie voor alle ketenpartijen te zoeken. Dus dat we voor iedereen een win halen. De gemeente heeft een duurzaamheidsdoelstelling die je op zo'n manier kunt uitleggen, dus kunt vertalen. We hadden uitgerekend dat we afgelopen jaar hebben we aan biomassa van het gesnoeide hout en van de willigenveld, daar hadden we al meer dan 57 huishoudens van het geld op hebben gehaald. Ja, en ik denk als we zo gaan groeien, dat we volgend jaar op het dubbele minimaal zitten. Als je met andere overheden, andere partijen, dan moet het allemaal helemaal uitgedokterd zijn. De business case waar we het altijd over hebben, ja, die is er nog niet. Dus dan beginnen andere partijen niet aan. Hier wordt gewoon gezegd, ja, wij geloven erin, we beginnen gewoon. Uh-huh. En lukt het dan na 2-3 jaar niet, dan is het leuk geweest en dan stoppen we er ook mee. Uh-huh. Maar ja, zoals we nu lopen, ja, stoppen we niet, we gaan gewoon door. De prijzen die wij betalen voor ons hout, die kastprijs is, gaat misschien nog wel stijgen in de toekomst, maar die gaat niet, die volgt de marktwerking niet. Mm-hmm. Dus wij weten nu wat onze prijs is en wij spreken wat wij over 10 jaar ook voor de chips betalen. Als alles gaat zoals nou blijft gaan, is dat over 10 jaar nog hetzelfde. Dus met de chips hebben we daar weer een stukje bedrijfszekerheid afgedekt. Ontwikkelt zich een business case? Zeker, ja, ja. Kijk, we hebben natuurlijk 3 jaar heeft het geduurd voordat we de willigen konden oogsten. Maar nu hebben we in één keer een oogst die ook echt boven verwachting is. Dus dat geeft ook al meteen buffer. In die 3 jaar heb je kennis en kunde en netwerk opgebouwd. Dus we beginnen het spelletje nu aardig door te krijgen. En we hebben echt wel het verdienmodel zit er wel aan te komen. Verdienmodel eigenlijk is 2 kilo droge snippers. Is hetzelfde als 1 kuub gas qua energiewaarde. En we weten dat de kuub gas 50, 60 cent kost. Dus op zich zit er al wel een verdienmodel, want hier ligt een behoorlijke hoop hout, dus ook een behoorlijke kapitaal. Alleen de biomassa-markt zoals die nu is, we hebben nog een overschot aan houtige fracties, betaalt nog niet de energiewaarde. Maar we zien nu in de transitie, dat energietransitie, dat er steeds meer vraag naar dit soort producten komt. Dus hij gaat binnen nu in een korte tijd in de buurt komen van de echte energiewaarde. En dan wordt het pas echt interessant. Ja, met vallen en opstaan word je wijzer. Er zit ook een stukje risico nemen in dan. Ja, daar ben je onheim voor. Beter hier misschien 3 keer je neus stoten en toch iets gerealiseerd hebben. En degenen die nu het goede verhaal gezien hebben en gehoord hebben, kunnen het eigenlijk gewoon kopiëren en plakken en die kunnen een vliegende start maken. Daardoor wordt het verhaal, ja, maken elkaar alleen maar sterker en beter.